bij. Zeg maar, girl, denk je zo snel aan mij. Eet jij nog toe? Ik kan niet geloven dat ik dit ga zeggen. Maar she is back with a whole new vlog. Oké. Ik heb heel lang niet gevlogd. En dit is echt erg. Maar dit is gewoon wat het is. Echt verschrikkelijk. Mijn lip is ook krokant. Dus we gaan er even wat op doen. Zoals je hoort ben ik buiten adem. Jullie vriendin is namelijk wederom ziek. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Ik weet niet hoe dit kan. We don't know. Maar goed, het is niet zo erg als de vorige keer. Toen was ik echt doodziek. Mind you, het is vrijdag. Ik ben er wel al ziek vanaf maandag. Dus dat is een geruime tijd. Ja. Anyway, ik ga even deze krokante lippen fixen. We gaan naar de Primark. Ik ga jullie meenemen. Ik heb koopdrang, dus daar gaan we heen. Ik heb er zin in. Ik moet iets wits hebben. Want ik heb morgen een fotoshoot met mijn familie. Dus ik heb iets wits nodig. Dus dat is een goed excuus om even wat dingetjes te kopen. Dus dat is wat we gaan doen. We gaan mee. Ik heb zelfs het plan om deze video vanavond al te editen en te uploaden. Like, hoe kan dit? Van een soort van geen zin hebben om te vloggen naar helemaal weer, oh my god, ik ga het oppakken, ik ga het helemaal doen. Ik zag dat ik 80 abonnees heb. SO naar jullie, bedankt voor het abonneren, want ja, ik ben gewoon hartstikke slecht hierin. Maar we gaan het wederom proberen. Ik ga ook niks beloven, want ja, het kan volgende week gewoon maar weer anders zijn. Maar dit is wat we gaan doen. Ik ga mijn bril opzetten, het is planga weer, dus ze pep die planga weer. Lip fixen, oorbellen indoen. En dan gaan we naar Hoofddorp. Dus smell you later. Alvast oefenen, je weet toch, je weet toch. How can I be homophobic? My bitch is gay. Oké, ik ben er. Ik heb mijn parkeren aangezet. Ik kan gewoon eigenlijk niet geloven dat ik weer verkouden ben. Ik ben nog nooit zo vaak achter elkaar verkouden geweest. Like, gewoon nog nooit. Oké, er gebeurt hier iets naast me. Oké, anyway, ik ga uitstappen. Primark, here we come. Ik heb trouwens deze schoentjes aan. Die heb ik gekocht bij de H&M. En ik vind ze zo leuk. Het is een soort slofschoen. Love it. Oké, we zijn er. Wat een mooie kleur dit. Heel mooi. Hij is ook maar 20 euro. Heel mooi. Oké, deze vind ik mooi. Alleen de vraag is, heb ik het nodig? Het antwoord op die vraag is nee. Maar ik vind het wel mooi. Ja. Oké, dit ding is maar 5 euro. Dus die nemen we mee. Mooie roze kleur, rip. Daar hou ik van. Oeh, ze hebben hier nog meer, maar die vind ik minder mooi. Kijk. Nou ja, voor zover je het goed kan zien. Gewoon overal sale. Deze top is heel erg mooi. Dit is mijn maat. Dus die nemen we ook. Oh my god. Deze is ook zo leuk. Allee, ze hebben mijn naam niet. Ze hebben mijn naam. Zeg ik nou naam? Ik bedoel maat. Ik voel me een beetje awkward dat ik praat tegen die camera. Oh my god, daarom was ik gedesoriënteerd. Want er waren mensen. Maar goed, deze is heel erg leuk.
Oh my god, het is dat ik al genoeg sloffen heb. Hoe leuk. Heel erg leuk. Nog meer sale. Gaat die even? Oh, dit is ook leuk. Dit gaan we even bekijken. Oh, dit is ook leuk. Oké, dit willen we ook. Hoe duur is dit? €5, mij niet bellen. Oh my god, dit jasje is €7. Gaat die even? Gaat die? Oké, hoeveel is dit? Oké, deze is 10. Ook wel leuk. Yeezy Doop. Oké, misschien neem ik deze ook mee. Losse wimpertjes. Bovenin is heel lang. Die middelste rij is medium. En die onderste rij is heel kort, zag ik net. Nadat ik er 5 seconden naar had gekeken, dacht ik, hé. Maar die zijn misschien wel leuk. Misschien neem ik die ook wel mee. Oké, oh my god. Ik loop hier te niezen en te doen. Het is niet oké. Maar ze hebben vet leuke dingen. Zoals jullie horen, fluister ik. Want awkward. Maar ze hebben echt hele leuke dingen. Oh my god. Oké, dit is een sjaal. Ik hoopte dat het een muts was. Oh my god. Dan had ik het gekocht. Vet leuk. Hi. Hallo. Hi. Oké, wat vinden we van deze plangen? I don't know. Hij was heel groot, dus ik dacht, ik moet dit opdoen. Maar nu ik hem op heb, denk ik. Oké, we gaan naar de home. We gaan naar de home. Even kijken wat daar is. Kaarsen met je sterrenbeeld erop. Vet leuk. Kijk hier ook. Heel nice. Ze hebben sowieso hele leuke dingen. Like, gaat die even? Heel nice. Ik weet gewoon niet waar ik moet kijken. Oké, het regent. Niemand heeft tijd voor regen. Dus ik ga snel naar de auto lopen. To be continued. Ik ben weer thuis. En de kleine buit is binnen. Oké, ik ga even snel laten zien wat ik heb gekocht. Ik weet niet of ik heel erg... of het slim was dat ik naar buiten ben geweest. Want ik voel me niet zo goed. Maar goed, we gaan even snel laten zien wat we allemaal hebben gekocht. Ik heb gekocht. Zo. Ik zal deze even hier zetten. Deze trui. Die was 5 hele euro's. Houden we van lekker dik stoffie. Is het een gat? Nee, is geen gat. gewoon easygoing. Nothing special eigenlijk. Maar wel lekker warm voor deze dagen. Want ik heb het forever koud. In een maat XS heb ik deze. Ja, blij mee. Hebben wij deze top. Die heb ik niet gepast. Hier staat dat die €7 was. Maar toen ik hem ging afrekenen, was hij €2. Gaat hij even. Gaat hij ook met die kat. Hallo. Ja. Ja, eigenlijk moet ik dit wel even passen. Dus dat ga ik ook even doen. Ja, dit is mooi. Dit is echt een mooie top. Oh, daar gaat mijn ondergoed. Dat is niet helemaal de bedoeling. Ja, dit is gewoon een mooie top. Leuk voor als je uitgaat of uit eten gaat. De achterkant heeft een kruisie. Ja. Heel erg leuk. Love it. Ook een ripstofje. Ik zal even wat dichterbij komen. Hou ik ook van. Ja, hartstikke leuk. Dan gaan we door. Dan heb ik gekocht opplaknagels. Want mijn nagels zijn er nog steeds aan toe van die biap. Het is wel nu redelijk uitgegroeid. Ik weet niet, is dit goed zichtbaar? Werkt dit? Ja. Als je heel goed kijkt, zie je dat hij nu voor de helft is uitgegroeid.
En hier is hij nog hartstikke dun. En dit is dan wel weer nieuwe nagel. Kijk, oh wat erg. Mijn nagels zien er niet uit. Ze zijn er echt aan toe. Ja, dus Biab, mij nooit meer bellen. Laat mij met rust. Laat mij met rust. Dat gaan we niet nog een keer doen. Maar ik zag op TikTok dat Primark mooie nagels heeft. Ik heb nooit plaknagels opgehad. Überhaupt iets met mijn nagels gedaan. Biab was het eerste en hoogstwaarschijnlijk het laatste. Het enige wat ik nog ga doen is gewoon een manicure. Mooi, die velletjes, alles. Ratata. Dat is wat ik ga doen. Verder, mijn eigen nagel is sterk genoeg. Ik heb het allemaal niet nodig. Meteen afgeleerd. Maar, oh my god, deze nagels... Deze nagels en deze. Dus ik ga even kijken hoe dat gaat zijn. We gaan het zien. We gaan het zien. We gaan het zien. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik had deze al wel opengemaakt om te kijken of hij past op mijn nagel. En het paste. Ik kan het wel even laten zien. Even kijken, even kijken. Oh. Oh my god. Dit is dan hoe het eruit gaat zien. Oh, let niet op die nagel. Wat erg. Oh, nou, ik kan het ook niet goed laten. Het was gevallen. Maar goed, dit is de nagel. Die gaat hier dan op. Ja, ik ben heel benieuwd. Er zit een lijmpje bij. Ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. Lieve iedereen. Bedankt voor het kijken. Dit was alweer de video. Ik ga de beelden meteen inladen. Het is wel wat later. Ik was wat lang weggebleven. Dus ik weet niet of hij nou vanavond al online komt. Ik denk dat het namelijk te laat is. Ik ga even eten. Mijn eten wordt warm in de oven. Maar ik ga hem wel meteen editen. Dat ga ik wel meteen doen. Dus of deze komt online op vrijdag of op zaterdag. Anyway, bedankt voor het kijken. En see you hopelijk soon weer. Laten we het hopen dat ik soon weer terug ben. Ik hoop het.